Dit is het nieuws uit Enschede van donderdag 23 maart. 8 aanhoudingen bij drugsactie in de binnenstad. En bewoners van de Alfatoren boos om fietsstraat voor de deur. Het probleem is dat hier een situatie gecreëerd wordt zeg maar, waar eigenlijk geen probleem aan de grondslag ligt. Goedenavond. Een succesvolle drugsactie in het centrum van Enschede. De politie heeft woensdagavond namelijk 8 arrestaties verricht. De politie nam meerdere hard- en softdrugs in beslag. En de tijd staat al bijna een week stil in Enschede. De klok in de toren van het stadhuis doet het niet meer. Waardoor de klok stilstaat is nog niet duidelijk. Maar om de historische klok uit 1933 te repareren, kwam er gisteren speciaal een monteur uit Brabant. Maar de pret was van korte duur, want na een uur stond de klok opnieuw stil. Fractievoorzitter Laurens van der Velde van de PvdA in Enschede begrijpt dat partijvoorzitter Hans Spekman tot oktober aanblijft. Volgens van der Velde is de PvdA geen mega-organisatie waar iemand zomaar even zijn functie kan overnemen. En op deze manier kunnen er nog een aantal zaken netjes worden afgehandeld. In Jij in de Wijk, aandacht voor het Esmarkerveld. De leegte die ontstaan is na het afzeggen van het AZC roept vragen op bij buurtbewoner Ruben Jannink. Hij stelt voor een hondenuitlaatveld te maken van dit gebied. Nou, mijn idee is om van dit Esmarkerveld, omdat het al helemaal gesaneerd is, de grond en het mooi schoon is, en nu er toch geen AZC meer gaat komen, om van dit stuk wat hier ligt, binnen de boomgrenzen, om daar gewoon een hondenveld van te maken. Zodat je een groot hondenwandelgebied hebt waar je met de hond los kan lopen. En waar je ook met meerdere mensen met de hond los kunt lopen. En straks na het nieuws meer aandacht. Hiervoor. Bewoners van de Alfatoren ervaren veel overlast van de fietssnelweg die de gemeente aan het aanleggen is. Voetgangers, fietsers en automobilisten maken gebruik van de weg en dat heeft al tot 1 ernstig ongeval geleid. De buurtbewoners vrezen dat het eerste dodelijke ongeval niet lang op zich laat wachten. Je hebt, aan weerskanten heb je parkeerhavens waar de mensen de auto parkeren en dan naar de Action gaan en naar Fit for Free gaan. Dat is dus echt een soort van oversteekplaats van nou, pak een beetje 200-300 meter breed. En dat was al gevaarlijk in de oude situatie. Ik ben fysiotherapeut en ik behandel een patiënt die hier vorige week is aangereden bij een achteruitrijdende auto. En schade heeft aan de rug, aan het gezicht, een oude dame van 80 jaar. Terwijl ze op de fiets zat hier, dacht ze nog, hier moet ik eigenlijk niet fietsen. Ik kan veel beter op het fietspad gaan wat hiernaast ligt. Want er ligt een mooi fietspad naast. Maar goed, zij was dus al aangereden in die oude situatie. Was al onveilig. Wat gaat nou de gemeente doen? Die maakt een soort van snelweg. Snel fietsweg in een parkeerplaats, in een parkeerterrein. Ja, dat is echt vragen om moeilijkheden. Ik weet niet welke geest dat bedacht heeft. Ja, die verdient een pluim. Maar degene die het goedgekeurd heeft, die moet alsnog afgekeurd worden en moet inleveren zijn diploma's en zo. Want dat kan natuurlijk niet, hè? Het probleem is dat hier een situatie gecreëerd wordt zeg maar, waar eigenlijk geen probleem aan de grondslag ligt. De fietser heeft overal voorrang. Ik heb het wel eens geduid, ook zeg maar, waar de wethouder destijds bij was, als een vorm van terreur. Want ook als voetganger, en ik heb een visuele beperking, ik ben dus voetganger, voel ik me regelmatig onveilig. Omdat ik zowel hier, maar ook als ik de stad inloop en over moet steken, door fietsers, bromfietsers, ondersteboven gereden wordt. Ambtenaren hebben aangegeven, ja, de gemeente heeft 2 miljoen subsidie gekregen, die moet op, dus we moeten een fietsstraat maken. Het is vandaag de dag van de Duitse taal en onze reporters gingen de straat op met wat Duitse spreekwoorden en gezegden. Jemandem auf den Keks gehen. Ja, keks is koekje, hè, een biscuitje. Maar ik denk dat het betekent dat je iemand een kus geeft. Jemandem auf den Keks gehen. Dus als je iemand pest en je vraagt en vraagt en vraagt en ik heb... Ja, ik wil niet met je praten, maar je gaat steeds meer vragen. Dan ga je mee op de, ja, koekje. Ik geloof mijn schwein pfeift. En wat betekent dat? Ik geloof dat mijn varken fluit. Ik geloof mijn schwein pfeift. Ja, ik denk dat dat betekent, ik denk dat mijn varken fluit. In de Koersen ligt die woersen. In de koelkast ligt worst. Alles had een einde, nur die worst had 2. Alles heeft 1 einde, alleen de worst. Ze heeft 2. Dit is alleen een uitspraak. Ik heb eigenlijk geen idee wanneer we het in het Duits zeggen. Ja, ik heb dus net gehoord dat het uit een liedje komt.
Ja, precies. Ja, kann ich auch singen, aber ich muss ja, willst du das tun? Ja. Das ist leuk. Okay. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Die Wurst hat zwei, die Wurst hat zwei. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Mein Schatz, es ist vorbei. En dan nog het weer. In de loop van de nacht daalt de temperatuur naar 2 graden boven nul. Morgen maakt de bewolking plaats voor de zon en loopt de temperatuur op tot 13 graden. En ook in het weekend blijft het lekker lenteachtig met veel zon. Tot zover het nieuws uit Enschede van donderdag 23 maart. Na het NOS Nieuws in 60 seconden kunt u kijken naar Jij in de Wijk en Loetje en de Boef. Bedankt voor het kijken en een hele fijne avond.